Ik ben Hans van der Voort en de schoenensteller. Ik heb het overgenomen van mijn vader. Die is in 1931 voor zichzelf begonnen tijdens de crisis. En toen hij 65 was, heb ik het overgenomen. Eerst hier in de Zijstraat gezeten en moesten weg voor renovatie. En toen hier begonnen, of sinds 81. Repareren van schoenen en daar waar mogelijk tassen. En alle voorkomende dingen, van paardentuigen tot klimschoenen, paardrijlaarzen, dansschoenen, noem maar op. Als je vader schoenmaker is, dan zit je natuurlijk heel erg dichtbij. Maar het beginsel was altijd andere dingen. Automonteur, brandweerman, kok. Maar er is nooit wat van gekomen. De reparatie doen die zo'n schoen vereist. En niet gaan zitten knoeien. Want schoenen die genaaid moeten worden, die worden genaaid. En aanpassen, zoals met bergschoenen, paardrijlaarzen en dansschoenen. En die reparatie eraan doen, die vereist is voor dat soort schoenen. Nou, een paar schoenen zo repareren dat de klant blij de deur uitgaat. En of dat nou met een al dan niet met een losse rand, met een binnennaadje is of niet. Als die klant verrast is wat je gepresteerd hebt, ja, dan groei je. Kijk, ik heb me altijd willen onderscheiden van de hakkenbar. En dat doe je door kwaliteit te leveren, je prijs te rekenen. Daardoor krijg je ook duurdere schoenen binnen, waarvoor je een mooi stuk werk en een goed stuk werk kan leveren. Het is een leuk vak, je doet iets met je handen. En je kan er geld mee verdienen en je mensen blij maken. Nou, wat wil je nou nog meer op de wereld?